Vandaag eten we truffel pastinaaksoep met minikiesjes. En daar heb je de volgende dingen voor nodig. Een soeppakket truffel pastinaaksoep. Bladerdeeg, eieren, slagroom, geraspte oude kaas, kastanje champignons, Hollandse garnalen en een theelepeltje gedroogde Italiaanse kruiden. We gaan maken een heerlijke soep. We gaan maken lekkere kiesjes. En we hebben ook nog tijd voor een toetje. Een bladerdeegtoetje met een vanilleroom, met bramen. Ik zeg kerst, laten we aan de slag gaan. We beginnen met het bladerdeeg. Want ik zei het net al, we hebben vandaag een hoop bladerdeeg nodig. En eerlijk is eerlijk, bladerdeeg associeer ik zelf altijd heel erg met kerstmis. Vandaag dus zoet en hartig. Bladerdeeg komt natuurlijk uit de vriezer, dus dat moet je altijd even uitleggen. Dan kan het ontdooien. We gebruiken ze alle 10 vandaag. 8 voor de kiesjes en 2 voor een toetje, maar dat komt straks. Dus leg ze eventjes neer op je aanrechtlat. Dat ontdooit hartstikke snel. Deze die laat ik eventjes lekker gewoon zo liggen. Ga ik verder met de vulling voor de kies. Want we hebben eieren nodig, slagroom, Italiaanse kruiden en wat geraspte oude kaas. Ik pak even een hoge mengbeker erbij. Daar tik ik de eitjes in. 2 hele eitjes. Ik heb 75 milliliter slagroom nodig. Dus ik pak even een maatbekertje erbij. En dit zijn dus van die kiesjes die dus heel snel klaar zijn. Maar er ook heel leuk uitzien. En ook heel leuk zijn voor het kerstlunch of kerstontbijt. Dus ik maak ze nu voor beide soep, maar je kunt ze dus ook heel goed als ontbijt of als lunch doen. Slagroom gaat erbij. ...100 gram geraspte oude kaas. Ik doe dat even een beetje uit de losse pols, maar je mag het van mij natuurlijk ook op een weegschaaltje doen. Er zit 175 gram in. Dus, nou, bijna 2/3, laten we zeggen. Zoiets. Een theelepel gedroogde Italiaanse kruiden. Dat is wel een flinke theelepel, maar dat mag ik, hè? Ik mag altijd iets meer gedroogde Italiaanse kruiden doen. Dat mag. Klein beetje peper. Zout hoef je niet toe te voegen, want oude kaas is natuurlijk al behoorlijk zout. Dus dat is echt niet nodig. En dan kun je dat het makkelijkste met een vork doorroeren. Even zorgen dat het een mooi egaal mengsel wordt. En dat is eigenlijk al de vulling van de quiche. Nou, dit is goed gemengd. Ik ga ze vandaag bakken in een muffinvorm. Dat is er zo eentje. Dat is natuurlijk zo'n baktray waar ze normaal gesproken de zoete muffins in bakken. Maar die kun je dus ook heel goed gebruiken voor deze hartige quiche. Je moet ze alleen wel even altijd insmeren. Dat doe ik met een beetje olie. Met een kwastje en een beetje olijfolie. Nou, kijk, ik heb hier nog een kommetje. Even wat olie erin. En we gaan er 8 maken. Dus dat betekent dat je 2 mini quiches per persoon hebt bij je soepje. En vaak zitten er 12 gaatjes in zo'n muffinvorm. En gebruik dan wel de buitenste, want daar is het makkelijkste om ze gaar te krijgen. Want aan de buitenkant van die muffinvorm verwarmt hij natuurlijk het meest gelijkmatig. Maar goed, misschien heb jij wel voor 12 personen te koken. Nou, dan vul je ze natuurlijk allemaal. En dat invetten is echt wel belangrijk. Want als je dat niet doet, krijg je ze er strakjes echt niet meer zo mooi uit. In een muffin zit normaal gesproken natuurlijk zo'n bakpapiertje omheen. Dat hebben wij natuurlijk niet. Nou is dat bladerdeeg ook wel behoorlijk vet. Maar een beetje olie is eigenlijk wel een goed idee. Goed, dan gaan we de bladerdeeg erin doen. Nou, je voelt het al. Die zijn eigenlijk nu al praktisch ontdooid. Er zit altijd zo'n stukje bakpapier onder. Zodat ze niet aan elkaar vastplakken in de verpakking.
Die haal je eraf. En wat je eigenlijk doet, is ze in de muffinvorm een beetje erin duwen. En die randjes die laat je gewoon lekker een beetje zo eroverheen hangen. Dat ziet er straks alleen maar leuk uit. Ze worden er lekker een beetje rustiek van. Ik zou zeggen nonchalant. Nonchalant. Rustiek, millefeuille, nonchalant. Heel Frans. Ja, heel chic allemaal vandaag. Nou, en dat herhaal je natuurlijk 8 keer. Die laatste 2 plakjes bladerdeeg, die laten we gewoon liggen. Die gebruiken we strakjes voor het dessert. God, ik ga echt heel veel Franse woorden gebruiken vandaag. Namelijk de millefeuille met vanillecreme. Maar dat ga ik je straks laten zien. We focussen ons eerst eventjes op het hartige gedeelte van het gerecht. Nou, als alle bladerdeeg erin zit, dan heb je hier natuurlijk een handige schenkbeker. Nu snap je ook waarom ik het in een hoge maatbeker gedaan heb. Dat schenkt gewoon een stuk makkelijker. Mocht je het nou thuis in een kom gedaan hebben, schenk hem dan even over in een gewone maatbeker. Dat werkt natuurlijk ook. En dan verdeel je dit mengsel over de bladerdeegjes. Als het goed is, heb je precies genoeg voor 8 kiesjes. Je moet je voorstellen, er zitten 2 eieren in en dat gaat flink rijzen. Dus het is echt niet te weinig. Nou, volgens mij heb ik het zo keurig, netjes, eerlijk verdeeld. Deze gaan de oven in. 20 minuutjes. En dan krijg je me toch een potje mooie kiesjes. Gaan we verder met de soep. En dit is een soeppakket. Het handige van die soeppakket is dat alles er al in zit. Er is over nagedacht qua smaak. Het is een soep op basis van pastinaak, peterselie, lekker wat wortel. Er zit knolselderij in. Een halve, precies de juiste hoeveelheid. Nog een unit van een shallot. Bleekselderij. Truffel roomsaus. Dat gaat hem heel kerstig maken. Laurierblaadjes. En 2 teentjes knoflook. Nou, dat allemaal samen gaan we dus tot een heerlijke groentesoep maken. Wat ik vast doe is even het vuur onder de soeppan aanzetten. En dan begin ik met het snijden van de shallot. Het leuke van deze soep is dat we hem gaan pureren met de staafmixer. Dus het hoeft allemaal niet keurig netjes gesneden te worden. Wel klein genoeg dat eventjes alles goed aangezet kan worden in de pan en even gefruit wordt. Maar het hoeft niet keurig netjes gesneden te worden. Shallotten gaan we dus grof snijden. En veel mensen eten met soep, met kerst natuurlijk soep. En dit is natuurlijk echt zo'n soepje waar alle smaken die bij mij met kerst geassocieerd worden ook in zitten. Ik vind pastinaak namelijk een enorme kerstgroente. Dat vind ik ook van knolselderij. Daar kun je namelijk heerlijke purees mee maken. Dat kun je heel lekker als zoet bijgerecht bijna bij je vleesgerechten serveren. En er zit natuurlijk truffelroomsaus in. Wat hem ook meteen heel feestelijk gaat maken. We gaan hem straks ook nog afmaken met Hollandse garnaaltjes. En dan die lekkere kiesjes erbij. Wat mij betreft een winnaar die snel klaar is. Dus doe niet veel je best op het snijden. Doe ik ook niet. Zie je niet. Maar heb je wel eens bijvoorbeeld Jamie Oliver gezien? Ja. Die kan dus echt praten en heel snel snijden tegelijk. Nou, bij mij gaat dat niet. Maar ik doe wel mijn best om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Je hebt ook nooit gezien hoe vaak ze gestopt zijn om het pleister te maken. Schap niet in de montage. De oplettende kijker heeft gezien dat ik af en toe soms in 1 keer een pleister om heb. Die is dan stiekem in 1 keer bij mij eromheen gevouwen. Goed, er gaat wat olie in de soeppan. Hey, het vuur is hier uitgegaan. Ongeveer 2 eetlepels. Nou, die olie die moet nog even heet worden, dus ik snijf vast de knoflookteentjes fijn.
Ook deze gewoon lekker grof snijden. Gaan we toch straks glad pureren met de staafmixer. Dan kan de ui en de knoflook in de olie. En je hebt natuurlijk een pan die groot genoeg is om zometeen al die groenten te bevatten. Want het is natuurlijk een flinke pan soep die we gaan maken. Er komt nog 1,5 liter water bij namelijk. Dus zorg dat die groot genoeg is. Dan kan je dit eventjes lekker een beetje aanfruiten. En ik heb hier een pan met een wat dikkere bodem. Dus het duurt altijd wat langer voordat die warm is. Dus dat is ook een van de dingen om het tempo een beetje te versnellen. Is gewoon af en toe de pan vast op het vuur zetten. Zodat je meteen achter elkaar door kunt. Nou, terwijl die knoflook en die shallot een beetje aan het fruiten is. Heb ik hier 2 stengels bleekselderij. Deze snijden we in blokjes. En bleekselderij is natuurlijk favoriet in een soep. Want neem maar even gewoon een hapje. Misschien vind je dat ook. Ik vind namelijk dat bleekselderij bijna de smaak heeft van een bouillonblokje. Zonder dat hij natuurlijk die enorme hoeveelheid zout bevat. Dus het is echt een perfecte basis voor heel veel sauzen. Voor tomatensauzen, voor pastasauzen, voor stoofschotels. Maar dus ook voor soepen zoals deze. Nou, deze fruit ik ook even mee. En het is natuurlijk een soort heilige 3-eenheid, ui, knoflook en bleekselderij om een soep mee op smaak te brengen. En wat daar ook nog heel goed bij past, is een wortel. Dat noemen ze in het Frans ook wel een mirepoix, om er maar weer eventjes nog een Frans woord in te gooien. Mirepoix is eigenlijk die 4 groenten die ik net noemde als basis voor een saus of een stoofgerecht. En ik begin de pasta bolognese eigenlijk ook vaak met die 4 groenten. Ook de wortel hoef je niet perfect te snijden. Gewoon halveren, in kwarten snijden en daar weer blokjes van snijden. Terwijl ik nog even doorga met het snijden van de wortel en de pastinaak en de knolselderij, want dat moet allemaal in blokjes, ben ik ook een klein beetje verdrietig. Want het is vandaag alweer de laatste dag in mijn super vrolijke, charmante kersthuis. Maar ik ga wel met een knaller de deur uit, namelijk met een varkenshaasje en een heel lekker toetje. En weet je wat nou zo leuk is? Ik word geholpen door 2 hele schattige kerstelfjes. Deze week gaat Roberta ons voorbereiden op kerst. Dat doet ze vanuit haar kersthuis. En ze is niet alleen. Er komen verschillende experts langs die Roberta gaan helpen om het hele huis in kerstsfeer te krijgen. Ik ben alweer toe aan mijn 3e hoofdgerecht van deze week. En dat wordt een heerlijk varkenshaasje omwikkeld met coppa di Parma. Ik kan er dus lekker mijn Italiaanse roots in kwijt. Er zitten olijven in, er zit basilicum in, er zit knoflook in. En natuurlijk veel olijfolie. Ja, en dan zijn we er nog niet, want er komt vandaag ook een toetje. Maar die ga ik niet zelf maken. Die gaat mijn collega Josephine maken. Jullie hebben er misschien al wel eens eerder voorbij zien komen. Want Josephine die werkt en heel veel achter de schermen. Maar soms ook voor de schermen. Maar goed, nu naar het hoofdgerecht. Ik heb hier gehakte olijven. En die meng ik met lekker veel fijn gesneden basilicum. Fijn gesneden knoflook. Flink wat citroenrasp. Joehoe. Hey. Hey. Dat is zo hoor. Huh? Ik heb een klein helftje meegenomen. Nou, ik moet bijna huilen nu. Dat is echt zo typisch. Wat doe jij hier nou weer? Verrassing. Oh, sorry. Ik heb echt Hallo, dit is Anna. Anna is mijn dochter. En zoals een echte moeder betaamt, ga je dan meteen huilen als die als verrassing komt, hè? Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar er moet ook gewerkt worden. Anna gaat Josephine helpen met het toetje. We gaan deze vullen met deze mooie plakjes. Helemaal de bodem bedekken. Dan komt er een laagje ijs op. Wat een talent, hè? Ja. Niet van een vreemde. Mag hem helemaal afdekken met de rest van de cake. Zo, dat ziet er lekker uit. Roberta gaat ondertussen verder met het hoofdgerecht. De mengsel hier is gemaakt. Dus ik ga nu de varkenshaas inwikkelen in coppa di Parma.
Dat zijn vleeswaren en die hebben heel veel smaak. Er zit ook een vetje in. Dat gaat straks als je gaat bakken een heerlijke smaak afgeven. Het varkenshaasje heb ik gehalveerd. Als een soort boek heb ik die opengeslagen. Dus ingesneden, maar niet helemaal door. Dan leg je die op de koppen, die parma. En dan gaan daar flink wat van die lekkere olijven in. En dan gaan we deze unit eens even inrollen. Kijk dan. Je moet even een beetje je best doen. Hatsiflatsi. En dan gaan we bakken. Ik heb hier een pan die goed voorverwarmd is met hete olie. En ik pak deze unit even met mijn handen vast hoor. Want ik ben bang dat anders die coppa di parma er helemaal af gaat. En dan bak je hem knapperig aan de buitenkant en rosé aan de binnenkant. We gaan de laatste plakjes cake erop leggen. Ja. Ga je weer puzzelen? Ja. Hoe gaat het hier? Gaat het goed? Goed. Je hebt een puzzelkampioen heb je. Zullen wij dit met kerst ook maken? Oké. Dan gaan we helemaal afdekken, heel mooi met de folie. Ja. En lospulken. Wauw, wat heb je goed geholpen. Ga je dat nu thuis dan ook vaker doen? Dat weet ik nog niet. Josephine zet ondertussen de sinaasappelbomben in de vriezer. En Roberta haalt het olijvenhaasje uit de pan. Wanneer je het vlees mooi in plakjes snijdt, zie je de olijvenvulling en dien je het gerecht mooi op. Tijd om te gaan proeven. Ja. Hallo. Dit is natuurlijk mijn hoogtepunt, maar ik snap heus wel dat we hier een hapje van gaan proeven, toch? Ja. Zou zeggen? Vorkje. Dank je. Vorkje. Dank je wel. Neem een hapje. En dit was natuurlijk een fantastische week. We hebben in dit huis enorm uitgepakt. Maar echt, trust me, volgende week nog veel meer kerstinspiratie. Proost. Proost. En? Heel erg lekker. Vind ik dus ook. Lekker, hè? Die heerlijke kerstgerechten. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ga eens even bij de kiesjes kijken. Nou, die gaan bij mij best wel hard. En een oplossing. Als je iets hebt gemaakt wat aan de bovenkant al best wel snel gegaard is, maar nog niet aan de binnenkant helemaal gaar is. Als je er dan een stuk aluminiumfolie overheen doet, dan kun je dat bruine een beetje tegengaan. Theedoeken. En dan kunnen ze wel aan de binnenkant doorgaren. Want dat ei moet natuurlijk wel mooi gaar zijn. Dus ik haal ze er even uit. Kan je stiekem wel alvast even meekijken hoe leuk ze eruit zien. Nou. Eigenlijk had ik dit moment natuurlijk voor strakjes bedacht, maar oké. Okay. Kijk, we dekken ze nu gewoon af. Moet je even goed oppassen, want die muffin tray is natuurlijk heet. En dan kunnen ze gewoon de oven weer in. En dan garen ze aan de binnenkant namelijk nog wel even goed door. Oké, en door. De groenten. Ik heb hier natuurlijk pastinaak, wortel en knolselderij. Die kan bij de knoflook, ui en bleekselderij. Ook deze gaan we eventjes een beetje aanfruiten. En zo zie je ook hoe ongelooflijk veel groenten er in deze soep gaan. Nou heb ik hier ook nog wat kastanje champignons. Die ga ik ook nog toevoegen. En die moet je natuurlijk altijd even schoonborstelen. Mits het nodig is hoor. Je spoelt ze natuurlijk nooit af met water. Maar er zit soms nog wel een klein beetje zand op. Hoewel ik heel erg vaak zie dat dat bijna niks is. Mocht je niet zo'n champignonborsteltje hebben, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon met een keukenpapiertje of zo doen. De champignons snij ik fijn. Of fijn. De grote exemplaren snij ik wat fijner. Ook dit gaan we straks natuurlijk weer pureren. Dus staar je niet blind op hoe je het vandaag moet snijden. Als het maar fijn genoeg is, zodat het straks gelijkmatig gaart als we er water aan toe gaan voegen. We gaan er namelijk nog 1,5 liter water op gooien. Daarin gaat de groente nog verder koken. En als je alle groenten ongeveer in dezelfde grootte gesneden hebt, dan is het ook ongeveer tegelijkertijd gaar. Maar de champignons voeg ik als laatste toe, want die hebben natuurlijk ook de minste garingstijd nodig. De pastinaak en die knolselderij zijn natuurlijk veel steviger. Dus die moeten er altijd wat eerder in. Champignons erbij. En ook deze laat ik eventjes goed aanbakken. Dan gaat er 1,5 liter water op.
En deze maatbeker is een liter, dus ik moet nog een halve liter toevoegen. Dan breng ik de soep aan de kook. Die groenten die moeten natuurlijk nog even doorgaren. Hangt er een beetje vanaf hoe groot je het gesneden hebt. Ergens tussen de 8 en de 10 minuutjes. Dan kun je de staafmixer er doorheen halen. En dan krijg je een heerlijk soepje. Maar we gaan hem nog op smaak brengen. 2 laurierblaadjes. En ik heb hier truffelroomsaus. Ook dat voegen we toe. Dus we koken de soep eigenlijk in een truffelroomsaus. En strakjes wordt het een mooie, glad gepureerde, super smaakvolle soep. Romige soep, dat vind ik toch zo lekker. Ja, hè? Romige soep. Heerlijk. Hoort ook wel bij kerst, ja. Romige soep. Ja. Dan gaan we er ook nog lekker Hollandse garnaaltjes in doen. Wordt lekker, hoor. Goed, de kiesjes die kunnen eruit. Hallo. 8 topkiesjes. Deze laten we eventjes lekker afkoelen. Maar gewoon onder de aluminiumfolie. Zodat ze nog wel een beetje lauw warm zijn als we ze gaan eten. Ik had een toetje beloofd. We hebben namelijk nog 2 plakjes bladerdeeg over. En dat bladerdeeg kun je dus heel makkelijk maken tot een heel leuk spectaculair toetje. Die 2 plakjes, die heb je nodig. Daarbij een eitje, een vanillestokkie, poedersuiker, crème fraîche, bramen en Franse volle kwark. Hey, Franse volle kwark. Nou, het blijft helemaal het thema. Het is gewoon het thema van vandaag. Superleuk. Als je die bladerdeegjes halveert, dus gewoon door de helft, dan schuif je ze in de oven en na 20 minuutjes heb je opgeblazen kussentjes. En ik heb natuurlijk de bladerdeegjes al voorbereid, want ze moeten 20 minuten in de oven. Maar ik wil je wel even laten zien hoe ik ze ga bouwen. Nou, daar komen ze. Tromgeroffel. Oh, ik voel me een soort Leontien. Ja, ja, precies. Oh, die ken je ook nog. Ja, oh, dat zegt wel wat over mijn leeftijd, hè? De kussentjes. Kijk, dit is wat je eigenlijk krijgt. Hele leuke kleine kussentjes. Ik ga heel eventjes laten zien hoe je ze kunt bouwen. Met een mooi scherp mesje snij je de kussentjes open. Het makkelijkste is een beetje met een kartonmesje. Je kan ze eigenlijk gewoon op deze manier voorzichtig opensnijden, horizontaal. En je ziet, ze zijn echt helemaal opgeblazen. En dat komt natuurlijk omdat het bladerdeeg is. Door die roomboter gaat het opzwellen. Ik heb hier even alvast een bordje waar ik ze op ga zetten. Gaat het goed met de soep? Ja, nou die kan bijna gepureerd worden. Het is even doorwerken vandaag, jongens. Maar we hebben ook wel echt een heleboel hele leuke gerechten. Ik heb hier bramen. Die bramen spoel ik nog even kort af onder het water. Hoop kommetjes in bakjes vandaag, hè? Maar ja, je weet ook hoe het met kerst is, toch? Dan staat ook meestal je hele keuken helemaal vol. Een hoop afwas. Dat is trouwens een tip van mij met kerst. Zorg dat je, voordat je aan tafel gaat, je vaatwasser al leeg hebt. Dan kun je daarna alles hoppatee erin schuiven. Dat is echt handig. De toetjes. Deze vanillecreme die gaat natuurlijk een beetje lopen. Dus het makkelijkste is om hem echt op het bord op te maken. En dan is het gewoon heel simpel. Vanillecreme over het bladerdeegje. Lekker royaal. Mag best een beetje er langs lopen. Is helemaal niet zo erg. En dat doen we 2 keer.
Ik hou wat vanillecreme over, maar dit is ook een recept voor 4 personen. Dus dan kun je er mooi meer maken. Dan wil je er gewoon even 1 laten zien met wat bramen zo erop. Hier kun je natuurlijk ook frambozen voor gebruiken. Of een mix maken van allerlei bosvruchten, ook lekker. Dekseltjes gaan er weer op. En wat altijd leuk is om mee te eindigen, is een klein beetje poedersuiker. Wat je vervolgens in een zeefje doet en door het zeefje op je dessert strooit. Nou, een snel, leuk kerstreceptje. Millefeuille met bramen. De soep, hoe gaat het daarmee? Eens even kijken of die groente gaar is. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk voelen door er met je vork in te prikken. Volgens mij is die gaar. Ik zet het vuur uit. Dan heb ik hier nog wat peterselie. Peterselie snij ik nog even fijn. Dat gaan we namelijk door de soep heen doen. Steeltjes even deze keer niet. Hou even 1/3 over zometeen om je kommetje soep nog mee te garneren. Maar een deel gaan we zometeen door de gepureerde soep heen roeren. En die krulpeterselie kun je altijd heel snel, makkelijk fijn hakken. Dan pakken we de staafmixer. En dan mag de soep helemaal glad gepureerd. Nou, ik vind het een flinke kom. Lekker veel soep vandaag. Deel van die peterselie roeren we er doorheen. En dan ook misschien nog een klein beetje peper. Dan moet je maar even kijken of er nog zout nodig is. Dat moet je even naar smaak doen. Een heel kleine draai met de zoutmolen. Nou, ik roer het nog eventjes goed door. En dan wil ik jullie ook vast vertellen wat we maandag gaan doen. Want we zijn weer eventjes 2 dagen van de buis, het weekend. Maar maandag gaan we een heel leuk vegetarisch gerecht maken. Wat ook eventueel een leuk voorgerecht zou kunnen zijn voor je vegetarische gasten met kerstmis. We gaan namelijk een portobello, zo'n grote paddenstoel, vullen met brie. En naast de brie komen daar ook lekkere zoete bietjes bij. Dus ook dat wordt een gerecht wat echt leuk is om als vegetariër te eten. Maar wat ook lekker is voor de feestdagen. Nou, dat soepie, ik vind het er lekker uitzien. Ik ga er een kom bij pakken. En dan gaan we het eens even opscheppen. We beginnen met een grote lepel met soep. En het is echt een heel feestelijk soepje. Ik zou zeggen, maak meteen een dubbele portie, vries het in. En dan heb je op 1 januari, na de feestdagen, als je echt geen zin meer hebt om te koken, een heerlijk soepje. Goed idee. Ga natuurlijk nog de Hollandse garnaaltjes bij. Want dat maakt het natuurlijk extra feestelijk voor de kerstdagen. Verdeel ik gewoon in de soep. Je ziet ze even niet meer, maar ze zijn er wel. Ze zijn verstopt onder het soepje. Nog een beetje peterselie eroverheen. Klein scheutje olijfolie.
dan zet ik het soepje erbij en dan gaan we die kiesjes eens even onder de folie vandaan halen. Nou, die kan ik inmiddels vastpakken. De grand finale. Kijk eens even. Soep, quiche et bon appétit.